Zondag 24 februari is het weer zover. Het jaarlijks verkleedpartijtje voor volwassen mannen. Het is weer tijd voor de herenzitting. Onder het genot van een biertje of twee genieten de heren van zang, dans en grapjes om te lachen. De Nijmeegse herenzitting is bijzonder. De 34e herenzitting maakt het de oudste herenzitting van Nederland. In de oudste stad van Nederland. Hoe is die eigenlijk ontstaan? Uh, in 19, moet goed denken. 84 uh, gingen we met Dick Huisman naar een herenzetting in een herrenzietzoen in Duitsland. En uh, wij vonden dat idee zo geweldig dat we uh, besloten hebben om dat uh, te jatten, zeg maar, op zijn Nijmeegs. Uh, ja. En nou, ja, het, zo is het hier begonnen. Ja, en dan is natuurlijk het programma wat uh, ieder jaar wel weer uh, verrassend is. De unieke setting van uh, ja, de sponsoren met de carnavalisten, lekker met, met je vrienden een, uh, een dagje plezier maken. Het, ik wil ook vaak dat mensen zeggen: Joh, het geeft een soort uh, Tino tour-gevoel. Ja, dat zijn wel een beetje de elementen die, uh, die het uniek maken. En ik ben uh, in de regio uh, ook bij andere herenzittingen geweest. Ja, en dan zie ik ook dat dat soort uh, ja, feestjes ook draait om samen zijn bij elkaar komen. Ja, en dat hebben ze een beetje bij ons afgekeken. Maar dat vinden we alleen maar mooi, want dat geeft aan dat er ook een behoefte aan is. Ik vind het sowieso een succes dat we zijn verhuisd. Maar er zijn wel mensen die toch de intimiteit van het Kopinghuis missen. Wat gebeurt er dan eigenlijk onder zo'n herenzitting? Ja, wat er gebeurt. Nou ja, het is voor sommigen ook een soort van reunie. Dus het is ook een beetje bijkletsen. Bij ja, en dan een, een mix van genieten van het programma. Daar hopen we natuurlijk op. Hè, dat, het, dat het programma ook. Uh, ja, sterk genoeg is dat we de aandacht uh, kunnen blijven houden, maar er moet ook ruimte zijn gewoon voor feest. Lekker gezellig, uh, ja, een beetje, beetje feesten. En naarmate de alcohol wat meer in de man komt, uh, dan wordt het allemaal wat losser. En we stoppen denk ik ook net op het juiste moment. De vrouwen zijn altijd van harte welkom, maar uh, in de ochtend, vanaf een uur of elf, kunnen ze op een scherm in een aparte zaal het programma volgen. En vanaf. Ongeveer drie uur, dan hebben we een afterparty. En dan zijn de vrouwen in het bezit van een kaartje. Maar overigens, ook eh, andere geïnteresseerden die een kaartje hebben voor de afterparty, zijn van harte welkom. En ik moet zeggen, dat was vorig jaar echt een enorm succes, die afterparty. Het was echt eh, gezellig en druk. En, en vanwege het succes hebben we zelfs de ruimte iets vergroot nu. Oh, dus het wordt echt een hele dikke afterparty. Dat, dat hopen we wel, ja, daar gaan we wel weer vanuit. Maar wel alles in het verlengstuk van de herenzitting. De herenzitting die staat wel centraal. Dus uh, en de soort. Mocht u zondagmiddag op het Keizer ieder... Kareplein mannen met een strik tegenkomen, begeleid ze dan vriendelijk naar huis.